Kijk, hier zit een rups en daar zitten haartjes aan. En daar in die haartjes zitten haakjes. En ja, dan zaak je op je tand. Dan gaat je het heel jeuken, dus wat haartjes moet je nooit aanraken. En hier zit hij. Hier. Hallo insiders, goeiedag. Weet je nog dat we twee keer bij Mats zijn geweest in zijn museum, zijn bijzondere biologisch museum? We zijn er weer. En waarom? Er zijn kuikens geboren. En de eerste twee kuikens die geboren werden, die heten Dolly en Roy. Nou, is dat een eer of niet? En uiteraard gaan we dan op kraambezoek. En hier zijn we. We gaan straks eens even kijken hoe de kuikens geboren zijn, want daar waren we niet bij. En dan gaan we even kijken hoe ze er nu uitzien. Dat hij nu op begint. Ja, daar komt hij, daar komt hij. Schatten. Maar hoe heet dit kuiken dan? Dolly. Dolly. Dag Dolly. Welkom op de wereld. Dag Dolly, welkom op de wereld. Kom maar. Ja, daar is hij. Daar is hij hoor. Hij moet nog een beetje uitrusten. Ja, hij moet een beetje uitrusten. Oh, wat is er? Roy vindt het lief. Ja, hij is hoor, helemaal hoor. Uit. Welkom op de wereld, Roy. Welkom op de wereld, Roy. Toch heerlijk. Lekker, hé. Hij loopt. Jeetje, Mats, hoeveel zijn het er nou? Maar zes. Zes kuikens. Wat zal jij druk hebben gehad de laatste tijd? Ja? Zes, klopt het? Je hebt geen eentje ontsnapt? Nee. Hé, luister, maar waar ik nou heel benieuwd naar ben, waar zijn Roy en Dolly? Dat is Dolly en dit is Roy. Oh, nou, dat klopt ook, want ze komt bij me staan. Zag je dat? Oh, nou rent ze snel weg. Ja, nou, ik ga me opspringen. Ze zijn wel een klein beetje bang zo, hè? Ja, maar ze hebben een keer zo opgeprikt op deze rand. Oké. Kijk, Dolly verstopt zich daarachter. Ja. Doet ze normaal ook? Ze bange poepert. Even op, man. Dat zei ik toch. Oh, vindt hij leuk op de rand, hè? Ja. Oh, nog één. Hé, ik zit ook op de rand. Ga je daar eens weg, Dolly? Druk val je. Ja. Ja. Zit er nou vliegen? Deze vliegen alle kanten op, hoor. Ik heb die een keer daarop gedaan, op dat ding. Kijk uit, ze gaat vallen. Schiet je wat, hè? Oh. Kijk, hij heeft hem gewoon zo in zijn handen, hoor. Doe maar. Stop hem maar erin. Hij wil niet. Doe maar. Als je een beetje bang vindt of je hem bijt, dan ga je altijd wel even piepen altijd. Ja, dat klopt wel zo'n beetje. Ja. Ja. En hoe lang blijven ze hier nog, Max? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Je hoopt zeker heel lang of heb je er wel genoeg van nu? Nou, ze stinkt altijd. Dus ik hoop dat ze altijd blijven. Je hoopt dat ze altijd blijven, maar ze stinken wel. Ja, ze gaan ook weer weg. Ja, maar je weet nog niet wanneer, hè? Ja. Nee. En waar gaan ze dan naartoe? Naar de boerderij. Oh, maar dan hebben ze natuurlijk een mooi leven straks, hè? Ja. Ja. Dat zijn ze goed, maar ik denk dat de zwarte een haan worden en dat de gele een kip worden.
Ik ben heel benieuwd. Ga je ze ooit nog een keer weer opzoeken? Ja. Ja? Hé, maar luister Mats, we hebben nog een kleine verrassing voor je. Zullen we even op de bank gaan zitten? Ja. Oké. Kom op. Nou, Mats. Proost, hè? Op een mooi leven voor de kuikens. Hè? Proost, jongen. Lekker, hoor. Zo'n beschuit met muisjes is heel lang geleden voor ons. Zijn er en cadeautjes? Heb je ook nog cadeautjes gehad? Ja. En de kuikens, hebben die cadeautjes gehad? Nee. Nee? Maar wij hebben ook cadeautjes bij ons, hè? Zal ik ze alvast geven, meneer de cameraman? Ja. Ja, meneer de cameraman zegt van wel. Nou, dan ga ik het tasje erbij pakken. Nou, heb je ook een broer, hè? Ja. Ja. Nou, Mats, we hebben voor Roy en voor Dolly een cadeautje. Wil jij het uitpakken? Want ja, ze zijn van jou, hè? Nee, voor Roy. Hé, hé. Kom. Hoppa. Die is open. En ik heb een goede kuikentjes gekregen. Ja. En Mats, niet alleen de kuikentjes hebben een cadeautje, maar ook jij en je broertje krijgen natuurlijk een cadeautje, hè? Want jullie hebben familie erbij. Ja. Kijk, voor jou en voor je grote broer, je grote kleine broer. Vind je het lekker? Ja. Oké. Zullen we lekker alles gaan oppeuzelen? Ja. Oké dan. We gaan lekker beschuit met muisjes eten, koffie drinken. Kortom, een kuikenfeestje.